Jet Surné en pornoactrice Kim van Holland vinden van wel. Kim Holland. Dus, ja. Jij bent pornoactrice. Ja. En nu ga je voor de klas staan om te praten over seks. En nu ging ik dus heel even googlen, want ik dacht, daar zit dan een soort website bij. Kimholland.com, kom je op. En de eerste foto die ik zie, is een meisje die vol in haar gezicht gespoten wordt. En toen dacht ik, is dit lesmateriaal? Of ga je dit gebruiken om te zeggen, dit hoeft dus niet? Ja, nou, dat is een hele goeie. Maar daar heb ik ook een hele andere website. Kim ligt voor. Ja, maar als je Kim Holland googelt, geen seks op. Daar staat helemaal geen seks op. Nee, maar als je googelt, dan is het natuurlijk wel, dan weet je een beetje wat je pakken krijgt. Tuurlijk. Dus maar ze weten van mij natuurlijk wel wat ik doe. En onder andere wat jij nu aanhaalt, hè? Ja. Spuiten in het gezicht. Ja. Nou, dat is dus een van de dingen die ik juist gaat uitleggen. Wat ga je uitleggen? Nou, er zijn er dus heel veel die dat doen. En in de film, waarom is dat in de film? Ik kan uitleggen waarom we dat in pornofilms doen. Omdat een pornofilm moet eigenlijk alles zichtbaar zijn. Dus daarom doen ze dat. Ja, want als de sperma ergens verdwijnt, dan is het... Dan vinden ze dat minder spannend. Sterker nog, heel eerlijk, als wij een opname hebben waar de man niet een orgasme in heeft, letterlijk, dan kijken mensen hem niet eens. Dus dat is gewoon een feit. Ja. Alleen waar ik over wil gaan praten is... kijk, jongeren, en dan heb ik het echt over echte jongeren... echt al vanaf 10 zien porno. En die zien niet mijn porno, want daar moeten ze echt voor betalen. Dat gaan ze niet doen. Maar er is natuurlijk enorm veel gratis porno. Mm-hmm. En dat zien ze wel. En dan moet je zeggen, ja, dat kun je misschien niet veranderen. Mm-hmm. Maar je kunt er wel met ze over praten. Maar Kim, heel even voor mijn begrip. Hè. Je hebt jarenlang je geld verdiend met die porno. En opeens had je daar zo'n ingeving dat je dacht, nee, maar ik moet ze onderwijzen over seksualiteit en over intimiteit. Wanneer kwam dat Eureka-moment dat je dacht, ja, dat het is moet een heel anders. Mooi moment. Nou, kijk, ik ben 25 jaar geleden begonnen om films te maken. Omdat ik erachter kwam hoe lekker het is om te genieten van seks. En dat vond ik de belangrijkste boodschap voor de vrouw toen. Hè? Want toen was het nog heel voor de vrouw nog niet zo vanzelfsprekend als dat we er nu over praten. En daar heb ik best wel een hele slag in gemaakt. Dus ik heb echt wel iedereen wat mondiger gemaakt en wat stoerder. Maar toch, hè, mag ik heel even terugkomen op die sperma in dat gezicht? Dat kan iedereen natuurlijk voor zich beslissen of hij dat wil. Maar dat is toch, voor mij is dat een soort de uitvergroting van het mannelijke orgasme staat voorop. En joh, even je ogen dicht. En het staat erop, toch? Daar zit, maar ik vind dat niet voor de vrijgevochten vrouw per se. Ja, maar als de vrijgevochten vrouw bij wijze van spreken een fonteinorgasme heeft, dan is dat ook een natte boel. Dus in dat opzicht... Googelt u even fonteinorgasme. Ja, wij komen bij u terug. Tijd om jou erbij te halen. Jij bent docent op een middelbare school in Haarlem. Ja, klopt. Je hebt vandaag een prijs gewonnen voor de beste... Ik niet per se alleen, hè. Dus, jij de bent school... het boekbeeld daarvan. Jij geeft les op die school en jij doet dat hartstikke goed. Hele goede seksuele voorlichting. Vertel even, hoe kwam jij op het idee om daar zoveel aandacht aan te besteden? Ik ben docent biologie, dus ik ben sowieso al... de lesstof is natuurlijk het biologische gedeelte. Maar ik ben ook best... ik zie mezelf echt als opvoeder. En ik wil heel graag leerlingen de wereld insturen die iedereen accepteren, die tolerant zijn, die zich in anderen kunnen verplaatsen, die weten hoe ze andermans grenzen moeten aanvoelen, hoe ze hun eigen grenzen moeten aangeven, die kunnen zeggen wat ze zelf willen. Die gezonde seksuele keuzes kunnen maken. En daar hoort van alles bij. We gaan even naar wat leerlingen van jou. Tijmen, Lotte en Sanderijn. Wat leren jullie bijvoorbeeld? Alles. Ja, Sanderijn? Nou, we leren bijvoorbeeld veel over grenzen. We hebben vooral dit jaar veel aandacht aan besteed. Van wanneer je nou iets wil en wanneer je nee moet zeggen. En hoe je dat ook moet doen. We hebben bijvoorbeeld in de les verschillende cases gekregen. Zeg maar zo van, stel... dit meisje die krijgt vervelende opmerkingen op haar werk. Wat voor advies zou je haar geven? En daar hebben we dit jaar veel aandacht aan besteed. Laten we even kijken hoe de lessen van juf Jet eruit ziet. En waarom is het belangrijk om over grenzen te praten? Wie wil er eventjes een toelichting geven? Meis. Anders dan gebeuren dingen die je niet wil, hè? Dat is pijn. Ja, er kunnen dingen gebeuren die je niet wil, dus het is natuurlijk heel belangrijk. Maar het is natuurlijk ook belangrijk eigenlijk om te kunnen zeggen wat je wel wil. De leuke dingen die we hebben over gehad zijn verliefdheid en de eerste keer. En... Ja, de eerste keer is niet echt leuk, maar... Ja, maar... Ja.
Hebben jullie het ook dan over... Wat ik heel erg hoor, is dat jij dus leert... als het tussen man en vrouw aannemelijk... tenminste, dat verstond ik... dat de vrouw leert nee te zeggen of grens aangeven... maar leer jij ook als man of als vrouw... grenzen respecteren. Dat mis ik heel vaak. Ja, dus dat probeer ik wel. Dus dat het de vrouw moet zeggen nee. Nee, nee. Terwijl de man ook moet kunnen verstaan. Nou ja, ik weet niet of jullie daar ook nog een beeld van hebben. Maar ik was natuurlijk ook degene die als eerste begon te twitteren... over de beelden in de villa, een Nederlandse reality-serie. Ik denk dat Tim nog iets sneller was. Zij was eerder. Okay. Ja. Nou ja, die beelden gebruik ik ook in mijn les. Ja. En heel even verklaren, de Villa, dat was een realityprogramma... dat is ook van de buis gehaald, vooral ook door jullie. Het was eigenlijk een eigenlijk. Ja, ik had het geluk dat iemand als Tim Hofman zei het oppikte... want daardoor kreeg het heel veel bereik ook. En, het is een meisje ligt in bed en als realityprogramma... die is eigenlijk een beetje dronken of die heeft allemaal niet zoveel zin in. En die jongen die wil wel wat van haar. En de tv-makers hebben ook gezegd, kom, ga er nou gewoon een beetje tegenaan duwen. En op een gegeven moment begint misschien wil ze alsnog wel... Nou ja, dat is dan, dit is gedrag waar je het over kunt hebben in de klas. En ook dus dat die jongen voelde zich geen aanrander. Ik heb het als aanranding bestempeld toen. Die jongen voelde zich, en dat is heel vaak zo. En de makers situaties. Heel veel mensen zagen het niet als aanrander. Nee, precies. Dus dat vind ik ook heel belangrijk om in de klas te bespreken. Dat je soms ook over iemands grens kan gaan zonder dat je dat zelf doorhebt. Dus dat het echt heel belangrijk is om altijd goed te checken. En of het wel oké is. En ook achteraf. Ja, Tijmen, dat filmpje wat we net zagen over de villa. Is dat iets wat jullie onderling bespreken? Nee, eigenlijk niet echt. Nee, ik heb het praat jullie wel over met elkaar? Welke voorbeelden? Ik heb het niet per se heel vaak met... bijvoorbeeld als ik met vrienden praat over filmpjes op het internet die rondgaan of zo. Ja, soms wel, maar dan hebben we het er kort over, maar niet heel veel of zo. Want hebben jullie allemaal wel eens porno gezien op mobiele telefoons of computers? Nee, ik hou me daar totaal niet mee bezig. Jij bent eigenlijk niet mee bezig, jij Lotte? Nou... Nee. Tijmen alleen? Ik heb vroeger, toen ik denk 12 was, een keer met een vriend opgezocht op mijn kamer. Hele brave kinderen. Het zijn ook wel hele intieme vragen die je stelt aan. Omdat ik wel zo... Joh, dan misschien zitten jullie wel gewoon te liegen, maar het ons ook niet. Je hebt het er in de klas misschien ook wel over of er porno gekeken wordt, toch? En de invloed van porno. Nee, ik vraag niet aan mijn leerlingen. Ik vraag niks over hun geaardheid, seksualiteit. Ik zit het hier helemaal verkeerd te doen. Ja, ik vind dat best wel... Dat is al bijvoorbeeld best wel intimiderend, toch? Om zo'n vraag te stellen. Ja, ben ik helemaal niet eens. Zeker op tv. Dus waar ik het wel bijvoorbeeld over heb, is... ik vind het altijd leuk om uit de documentaire van Sunny Bergman... een fragment te laten zien. Ja. Tent en seks. Daar zit een man in, die heeft 26 jaar in de gevangenis gezeten in Amerika. Vanaf zijn puberteit, heeft nog nooit seks gehad. En die kijkt het meeste uit naar seks. En dan vertelt hij waar hij naar uitkijkt. Nou, dan zegt hij bijvoorbeeld twee vrouwen die me tegelijk een blowjob geven... en andere extreme voorbeelden. En dan vraagt Sunny Bergman, vind je dat een realistische verwachting? En hij zegt ja, want hij heeft alleen maar toegang gehad tot porno in die 26 jaar. Dat vind ik dan een heel goed fragment om eventjes het gesprek te beginnen over beeldvorming in porno en of dat dan realistisch is. En zo begint het. Herken je dat, Kim? Dat is ook het punt, hè. Kijk, als je films ziet en je denkt dat dat jouw liefdesleven moet vertegenwoordigen, maar pornofilms zijn, ja, ik vind zelf ook gewoon voor degenen die wat ouder zijn, die zelf ervaring hebben. En tegelijkertijd zijn zij fantasie. Ze laten allerlei fantasieën zien. Ik zeg altijd, alle smaakjes krijg je te zien. Maar wat ik juist wil meegeven aan de jongeren... en daarom denk ik dat juist wel kan... omdat ik makkelijk praat over seks, makkelijk praat... maar een mooi liefdesleven zelf ook heb. En jongeren zijn ook... Kijk, onze jongeren van nu, die zien gewoon heel veel. En daar moet je ook met ze over praten. Kijk, spuiten en slikken is niet voor niks zo'n succes. En dan laat je juist ook de wat andere dingen zien. Want daar zijn jongeren nieuwsgierig naar. En dat is heel natuurlijk. We zitten in een periode waarin ze dingetjes moeten ontdekken. Maar dan is het dus heel belangrijk dat ze zelfvertrouwen hebben. Ja, en dat we er veel meer over praten. Ja. En zelfvertrouwen kan je ze gewoon meegeven. Door te zeggen, hè, want over praten over als je samen bent als vriend en vriendinnetje en je hebt iets gedaan, of dat nou gewoon lekker kussen is of verdergaand, dan praat je er gewoon over hoe vond jij het gisteren
En hoe was jouw eigen seksuele voorlichting? Mijn eigen seksuele voorlichting, dat was beperkt tot mijn vader, die letterlijk tot mij had gezegd: je moet maar naar de dieren kijken. Nou, kijk maar naar de dieren. Nou, dan word je alleen maar. Dan zie je alleen maar dat het heel wild eraan toe gaat. Was nee, het maar, anders? Jij bent een stuk jonger. Seksuele voorlichting? Ja. Ik herinner me dat niet zo goed. Ik heb denk ik nee, wel een beetje bij mij hoort is dat ik dat zelf allemaal uit ga zoeken dan op een gegeven moment. Ook niet op school. Nee, ik weet het al. Ja. Jan Wolkers. Ik was 10 of 11, ja. Kon ik dat met... Ah, ja, dat is een heel goed begin, maar in principe Turks spuit. Ja. Ik weet nog dat ik toen dacht, is dit wat ik moet gaan doen? Nou, bij mijn seksuele voorlichting, moest ik wel even aan denken aan dingen die jij in de klas zegt. Of seksuele voorlichting. Maar ik had een vriendin die iets eerder met iemand naar bed was geweest. En die zei toen, dat moet jij ook doen. Dat was echt fantastisch, moet je ook doen. Ja. En die vertelde mij veel later, ik vind seks eigenlijk pas leuk vanaf mijn 30ste. Wat zit jij mij nou daarin te trekken? Hoor je dat vaker, dat mensen dus op latere leeftijd... dus dat seks toch begint als een gewoonte? Nou, ik denk ook wel, als je het hebt over de invloed van porno... ik denk ook veel vrouwen, ik kan vooral van het vrouwenperspectief... van mijn leeftijd, ik ben 30... die dan nu eigenlijk gaan nadenken over de rol die je altijd traditioneel... dus de man bepaalt, het standje bijvoorbeeld neemt de leiding... dat ze daar nu over na gaan denken van wil ik dat eigenlijk wel? En dan heb je dus misschien al wel 15 jaar seks. En dan ga je nu pas die genderrollen in twijfel trekken. Dus porno heeft zo'n grote invloed wel op ons. En dus ik denk het uitgangspunt omdat... Alle variaties. Nee, wat hij zegt? Nou ja, dat wat ik denk te horen is dat jij kinderen een fijne seksuele ervaring toewenst. Die niet met pers. Ja, met liefde. Een verbindende ervaring. En dat porno dat niet altijd als goed als voorbeeld is. En ik denk, als je vanuit iets positiefs, vanuit een positief doel aan de slag gaat, dat wel goed moet komen. Ja. Maar nog even naar de leerlingen. Heeft het jullie idee over seks veranderd? De seksuele voorlichting? Heeft het? Ja, in veel opzichten wel. Op wat voor manier? Nou, bijvoorbeeld, het werd veel belicht vanaf genders. Zo van, het werd niet alleen op man en vrouw gericht natuurlijk... maar op vrouw op vrouw, man op man. En ook natuurlijk als je niet thuis voelt zoals je zeg maar geboren bent. Dus in dat opzicht is wel veel veranderd, ja. Ja, wat ik gewoon fijn is tijdens de lessen... is dat de sfeer die er hangt, die is heel erg fijn. Dus eigenlijk alle vragen die je hebt, die kunnen gewoon gesteld worden. Niks wordt raar. En daardoor is het heel fijn om dus in de lessen hier met z'n allen over te praten. Want je krijgt meerdere inzichten. En door samen te ontdekken hoe, wat en waar... verandert dat eigenlijk vrij snel. Ja. En Tijmen, durft iedereen vragen te stellen? Of kan je ook gewoon lekker stil blijven zitten en een beetje luisteren? Ja, je kan natuurlijk ook wel stil blijven zitten, een beetje luisteren... en gewoon in een hoekje gaan zitten. Maar als je gewoon geïnteresseerd bent... en je wil er veel meer over weten... dan ga je natuurlijk wel meer vragen stellen. En wat ik ook wel leuk vond, is dat ik kreeg ook seksuele voorlichting van mijn mentor en van mijn Duits docent. En iedereen is helemaal losgegaan. In het Duits. Ja, nee, het allemaal niet in het Duits. Maar die gingen dan voor de klas een toneelstukje doen. En dat was dan, dan ging de Duits docent, was dan een conversatie. En mijn Duits docent zei dan... ze gingen dan een soort van toneelstukje spelen tussen twee. En mijn Duitsers zeiden van... ja, ik heb een foto gestuurd van mijn borsten... bloot naar wie dan ook in de klas of zo. En, toen begon die andere... Ja, toen begon mijn mentor juist weer te zeggen van... ja, maar dat moet je niet doen. En dat was echt heel erg grappig. En zo... Het klinkt heel leuk. Ja. Nou ja, wij stimuleren... dus daarom hebben we de prijs als school... ook van het Rudolf Steiner College in Haarlem. Omdat wij dus elk jaar aandacht besteden aan seksualiteit. Dus we geven het niet één keer, maar echt elk jaar. En het past ook het aan op, op de leeftijd. Dus dat is het enige wat ik dan zou zeggen van jouw les. Ik hoop niet dat scholen dan denken van... we hebben Kim's lessen ingekocht. Wij hebben dat gedeelte nu gecoverd. Besteed er elk jaar aandacht aan. En echt alles sociale gebeuren rondom seksualiteit is belangrijk... om leerlingen seksueel weerbaar te maken. Ja. En zodat ze keuzes maken. We wensen jullie daar veel succes mee. Ja. Kim, jij ook. Dank je wel. Je bent jong in de kracht van je leven en dan bam,